De landelijke typewedstrijd hebben wij georganiseerd. Tegenwoordig wordt het type toch wel gezien als het nieuwe schrijven. En Suriname mag niet achterblijven in deze ontwikkeling, de digitale transformatie. En ook in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, SDG 4, kwaliteitsonderwijs, hebben wij dus deze wedstrijd georganiseerd. Om ervoor te zorgen dat iedereen er bewust van is dat type het nieuwe schrijven is. En dus zo aangemoedigd wordt om te werken aan de typvaardigheid. Hoe ziet deze wedstrijd eruit? Vandaag is de laatste dag dat je nog kan meedoen met de landelijke typewedstrijd. Je gaat naar digismart.sr. Daar vul je naam in, je e-mailadres en dan kan je meedoen. In feite wat je doet is de tekst die op het scherm komt overtypen en dan wordt je snelheid bepaald. Heel makkelijk om mee te doen dus. Snelheid is eigenlijk heel belangrijk om aan een typewedstrijd mee te doen? Nee, omdat we ook prijzen hebben voor de nummer 100, de nummer 200, de nummer 300. Omdat we het gewoon belangrijk vinden dat jij 1 meedoet. Het is een vaardigheid, dus hoe vaker jij typt, hoe sneller je erin wordt. En daarom vinden we het ook belangrijk dat niet alleen de top 3 bijvoorbeeld wint in de finale, maar ook anderen kans maken om een prijsje te winnen. Want hoe meer je oefent, hoe beter je erin wordt. Hoe lopen de mensen die de inschrijvingen? Er is geen inschrijving voor nodig. Je gaat naar de website, je doet mee. Er is al meer dan 1200 keer meegedaan met de landelijke typewedstrijd. Dat is dus een goed aantal. En de gemiddelde typesnelheid nu zit op ongeveer 200 aanslagen per minuut. Dus we zijn redelijk snel in Suriname. Woensdag 3 augustus is de laatste dag dat je kan meedoen. De top 5 van de landelijke typewedstrijd die gaat het dan opnemen op zaterdag 6 augustus tegen de top 5 van Alembo. En de finale vindt plaats bij Alembo aan de Toetonelaan. Iedereen is welkom vanaf 10 uur 's morgens. En die gaan dan tegen elkaar battelen en op basis daarvan wordt bepaald wie de snelste van Suriname is. U gaf aan gemiddeld 200 typslagen per minuut. Ja. Alembo, hoe zitten de werknemers van Alembo? Meer dan 200 typslagen per minuut? Om bij ons te solliciteren vragen we dat je minimaal ongeveer 150 aanslagen per minuut hebt. Dat is ook vanwege efficiëntie natuurlijk. Iemand die 150 aanslagen heeft, die is productiever dan iemand die 100 heeft bijvoorbeeld. Maar onze topper die zit rond de 440 aanslagen per minuut. Dat is heel wat. Dat is inderdaad heel wat, maar zij is ook al een aantal jaren in de top van Alembo. En dat is aan gevaardigheid. Hè. Hoe vaker je doet, hoe vaker je mee bezig bent, hoe sneller je wordt. En foutloos wordt dat gedaan? Zij is volgens mij wel foutloos, maar we houden ook rekening mee met het foutpercentage. Maar als we eerlijk zijn, als je ergens werkt, hoe fijn is het als jij 2 keer sneller kan typen dan een jaar terug. Dan ben je ook sneller in je werk. Of als je bijvoorbeeld als student een scriptie hebt te schrijven. Als je 200 aanslagen per minuut hebt, zal dat je minder tijd kosten dan wanneer je aanslagen en je 100 aanslagen per minuut zou hebben. En welke doelgroep willen jullie eigenlijk hiermee aantrekken? Iedereen. Typen is een moderne vaardigheid. Ik zeg, het is een nieuwe schrijver. Dus het is niet gebonden aan leeftijd, opleiding, district, whatever. Het is gewoon belangrijk dat iedereen in Suriname, vooral met de moderne ontwikkelingen, kan typen. Want op elk kantoor, op elk bedrijf is er wel een computer met een toetsenbord. Dus iedereen zou die vaardigheid moeten beheersen.